Too. Er komen wat vragen binnen via de Q-app, Harry. Want mensen, Jody onder andere, en Quinten, die vragen of ze te laat zijn over de projecten van de presente premies. Nee, absoluut niet. En je kan je gewoon nog altijd inschrijven via Qmusic.be met jouw idee, met jouw project. Want we gaan dat 2 weken lang doen. Plezante premies. Maar vandaag is de eerste dag dat er ook echt premies worden uitgereikt. En bij mij, in de studio, een voltallige jury met een glunderende juryvoorzitter, Hanne. Hanne, het leek me precies toch niet zo gemakkelijk te zijn. Nee, het was echt heel moeilijk. Het waren 5 hele sterke projecten. Ja. We hebben heel uitvoerig gediscussieerd. Ja. Het was lastig. Jullie zijn er wel in vrede uitgeraakt. Het is niet dat er hier mensen met ruzie naar huis keren. Nee. Dat is al goed. Maar ik begrijp het wel, het zijn natuurlijk allemaal mooie projecten en je moet er dan eentje uitkiezen om een premie te geven. Amai, dat is niet zo gemakkelijk, nee. Nee, dat was helemaal niet gemakkelijk. Maar uiteindelijk, ja, we hebben de knoop moeten doorhakken. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat dan geworden is. Dus. 5 leuke projecten, dat hebben we ook daar straks al gehoord. 5 heel erg straffe projecten. Mensen die allemaal met goede dingen bezig zijn. Ja. Haal er daar 1 uit. Ja. Wat zijn zo de argumenten? Waarom hebben jullie gekozen voor die 1? We hebben gekozen op basis van enkele... Ja, waar dat ze de meeste mensen mee bereiken eigenlijk. Hè? Ja, waarmee dat we dus de meeste mensen bereiken. En dat ging bijvoorbeeld van tot doelgroep, wat het budget was, wat... Letters op volwassenen, waar dat er ook de lang... Ja, waar dat de langste tijd... Allee, het budget ook de langste tijd nu zo... Ja. Ja, dus dat zijn allerlei criteria natuurlijk waar dat jullie hebben op gelet. En dan zijn jullie tot een bepaald besluit moeten komen. 1,5 uur lang hebben jullie zien vergaderen. Maar het is gelukt, Hanne. Wat, jij als juryvoorzitter, jij mag het ons meedelen. Wat is het geworden? Welk project gaat vandaag met zo'n plezante premie lopen? Oké, dus vandaag mogen we de premie uitdelen aan... Katrien van Steen uit Oudeghem. Met de speelboerderij. Een speelboerderij. Moet je nog eens even uitleggen wat dat project precies was? Een speelboerderij, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, dus de speelboerderij was eigenlijk een kinderboerderij. Maar daar ging er nog bepaalde dingen bij komen. Ze ging daar bijvoorbeeld een soort parcours bij maken. Met waar ze plastieke tractortjes op konden laten rondrijden. Met tussenstop van aanhangwagentjes te wisselen. In de buitenlucht op het speelterrein. En alles volledig ingericht op maat van de kindjes natuurlijk. Ja, om eigenlijk een soort van educatieve ervaring op een boerderij mee te maken. Ja. Om de kinderen duidelijk te maken hoe het leven op een boerderij eraan toe gaat. Ja, inderdaad. En bijvoorbeeld, het was ook belangrijk... Dat de kinderen weer leerden kennen dat de koeien... Of ja, waar, dat de melk van de koeien ja. Komt, ja. Hè. Ja. Ja, 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 want heel veel kinderen... Die zitten achter de tv nu en zo. Ja, ja. Stadskindjes weten het niet altijd meer hoe het precies in zijn werk gaat. Educatieve verhaal. Het educatieve verhaal, dat heeft jullie getriggerd. Nu, dan komt natuurlijk ook de vraag van hoeveel centen krijgen ze dan? De vraag was om 9.400 euro te geven. Ja. Maar daar hadden we nog een kleine opmerking over. Ja? Wij zouden 7.000 willen geven. Ja? Maar dat is eigenlijk enkel alleen ter motivatie. Omdat we vonden dat je bijvoorbeeld ook heel veel dingen zelf kan doen. Ja. Je kan bijvoorbeeld familie optrommelen en vrienden opbellen. Iedereen kan daar eigenlijk zijn steentje aan meedragen om zo'n parcours te helpen maken. Dus dat is eigenlijk de reden waarom dat we 7.000 euro zo willen geven. Een interessante opmerking van de jury inderdaad, dat er misschien nog wel wat volk gemobiliseerd kan worden om die kostprijs nog wat te drukken. En dan kom je er misschien wel met 7000 euro ook. Ik ga de cheque en een mooie ornament ga ik afgeven straks. Ja, een soort trofeetje ga je afgeven. Een prachtige trofee, ja. De allereerste trofee van de plezante premies. Proficiat dat jullie eruit zijn geraakt ook, jury. Heel erg goed gedaan natuurlijk. Ik ga straks gewoon naar Katrien, was het, hè? Of wat was haar naam? Katrien van Steen uit Oudeghem. Daar ga ik straks naar Oudeghem. Ik ga er gewoon naartoe gaan.
En ik ga dat bezorgen en het goede nieuws erbij. En ik zal veel groeten doen, zeker van iedereen. Ja, dus ongelooflijk veel groetjes van ons. En zeg maar dat we ons heel hard geamuseerd hebben ermee. En dat we zeker ook een keer gaan langskomen, hè, natuurlijk. Dat is een eigenlijk plan. Tractatie dan, hè, als de boerderij er staat. Een glas melk voor iedereen van de melkkoe. Een glas melk voor iedereen. We verwachten een uitnodiging. Komt in orde. Dank jullie wel, jury van vandaag. Hanne, doe dat de komende dagen ook nog heel erg goed natuurlijk, want het zal niet simpel worden. En als iemand nog een project wil indienen, dat kan via qmusic.be. Plezante premies. 2 weken lang, elke dag tussen 4 en 7, bij Sam en Heidi. Q-Mac.